hoorde van Ronnie Flex. En dat had er dan ongeveer zo uit moeten zien. Ja, Ronnie Flex, goed dat je er bent, man. Yes, mooi om te zien. Ja, mooi om te zien, die grote optredens. Ja, heel mooi om te zien. En ik mis het ook gelijk een beetje. Ja? Zeker. Ja. Je had al dit soort optredens had je allemaal gepland. Toen kwam de hele corona. Alles lag in één keer plat. Ja. Je nieuwe plaat uitgesteld. En toen dacht je, ik ga een tour doen. Theatertour. Ja. Ronnie gaat naar huis. Mensen komen eigenlijk in het theater bij jou op visite. Ja. Zien we dan ook een andere Ronnie Flex dan op die grote podia? Ja, dat denk ik wel. Ik denk zeker wel. Ik denk dat vaak mensen het beeld hebben dat ik gewoon een rapper ben of een zanger. En dat ik gewoon mijn ding doe met die microfoon. En dat ik gewoon mijn liedjes kom zingen. Maar eigenlijk ben ik ook heel veel aan het produceren. En maak ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn eigen beats. En dat laat ik wel terugzien in het theater. Ik zit ook wel best wel achter het keyboard en dat soort dingetjes. En wel ontleden dingetjes. Heb jij hem wel eens gezien, Erik, live? Ja, ik ben een groot bewonderaar van Ronnie Flex. Ja, ik zeg het eerlijk. Ja. Dankjewel. Door de slag is gezien. Echt gek. Dankjewel. Ik heb je een keer gezien in Paradiso. Te gek. Ja, dat was top. Ja, en inderdaad, wat jij zegt. Zo ken ik jou, ik ken je verder helemaal niet. Ja. Maar ik zie je op het podium met een vette band. En iedereen gaat uit zijn dak. Ja, dat is ook wel heel anders in het theater. Want de dynamiek werkt heel anders. Hier probeer ik alleen maar de energie de hele tijd hoog te houden. Elk minuut moeten ze schreeuwen en het moet hoog blijven. En in het theater leer ik juist heel erg rust te nemen. En gewoon pauzes te nemen. En dat is nog best wel eens wennen. Maar. Ik zie je een beetje moeilijk kijken. Ja, op energie. Het is inderdaad. Ik geef dan lezingen in een heel ander segment natuurlijk. Ja. Maar de ziel is er een beetje uit. Zo voel ik het. Hè? Op dit moment? Ja, zeker. Ja, nou, wat ik dan vooral merk is wanneer de zaal echt groot is. Ja. En er zitten veel ruimtes tussen. En het is zo hol. En ik hoor bijna de echo terugkomen uit de microfoon. Ja, precies. Dat voelt dan niet zo nice. Maar ik heb ook in een paar kleinere, compactere zalen gestaan. En dat was wel oké. Maar het is helemaal een groot verschil. Er is een tijdje geleden een documentaire over jou verschenen. Ja. En dan zie je jou gewoon thuis. Ja. En dan zie je een volstrekt andere Ronnie. Ja. Gaan even kijken. Ik weet niet, die lifestyle die ik leef nu op dit moment doet ook wel wat met me of zo. Ik krijg dikke wallen ervan. Ik ben weer een beetje aangekomen. Dus ik ga ook niet eens graag naar buiten. Of zo. Ik word niet eens graag gezien. Ik wil niet eens graag uitgaan. Ik ga al die tijd niet uit. Ik doe niks, want ik voel me niet eens fresh om gezien te worden of zo. Dus ik wil eerst een beetje focus op, gewoon weer weten. Even de beste versie van mezelf worden en dan zie je me weer in de velden. Hè. Zie je me weer buiten. Ben je nu wel weer fresh om gezien te worden? Qua wat dat er gaat, heeft die hele coronatijd wel een soort van een goede impact op mijn leven gehad. Want zoals je ziet, ik zat in deze tijd, dat was eind vorig jaar, begin dit jaar, best wel met mezelf in de knoop. Ja. En dat was, komt denk ik ook 70% was dat wel werkgerelateerd, de stress om te deliveren. Maar je bent echt, wat we hebben die film gekeken, je bent wel best wel down. Ja, tegen het depressieve aan. Je bloot je helemaal ongeluk. Ja, zeker. Het ging echt niet zo goed met je. Nee, het ging zeker niet goed met me. En vind je het lastig om dat nu te zien? Want het is een hele andere Ronnie dan nu. Precies, ik heb die docu zelf een week van tevoren dan gezien. Nou, toen moest ik echt heel erg huilen. Gewoon van na 10 minuten al tot het eind. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Ik word naar die première gekomen om een praatje te doen. Maar ik ben niet gaan kijken. En ik heb daarna ook nooit meer gekeken. Dus dit is letterlijk de eerste keer sinds dat het uit is dat ik weer iets ervan zie of zo. Maar het is een fase geweest. En ik probeer het me gewoon achter me te laten. En wat kan je één ding erover zeggen? Waarom het dan zo slecht met je ging?
Nou ja, ik heb gewoon, ik kwam vanuit 2017 ja, een heel mooi album uitgebracht. Popprijs gewonnen, Edisonprijs. En vanuit dat punt kwam gewoon zo'n zware druk. En om de week komen er nieuwe artiesten die uit de grond poppen als paddenstoelen. Dus, dat doet dan allemaal iets met je. En dan ga je jezelf allemaal dingen wijs maken. En dan wordt muziek maken gewoon niet meer zo leuk of zo. En dat heb ik in deze tijd wel weer een beetje teruggevonden. Dus daar ben ik blij mee. Ja. Ja. Wat ik heel ontroerend vond eigenlijk in die film om te zien, is dat jij, wij denken, jij bent Ronnie Flex, man. Jij bent best wel onzeker eigenlijk. En heel perfectionistisch als het ook gaat om het maken van nieuwe muziek. En laten we even kijken hoe dat eraan toe gaat in de studio. Ik ben niet perfect. In this shorty will my crop and tie me down. I'm like, fuck that bitch. I don't wanna accuse her. Ik vond het heel mooi om te zien. Dat je doet echt alles zelf. Ja, altijd. Ja. Iedere functie vervul jij. Van chef, producer tot schoonmaker. Klopt, correct. Nee, ik ben altijd de laatste die weggaat en de eerste die komt. En dat komt ook een beetje terug in de theater. En dan bijvoorbeeld die hele coronatijd. Ja. Hè, Eus zegt er ook, op een gegeven moment was de ziel er een beetje uit. Alles lag eigenlijk stil. Ja. Heeft jou dat geholpen op een of andere manier? Ja, zeker, want de druk was weg. Die druk waar ik net over sprak, waardoor ik me zo kut voelde. Mm-hmm. Het voelde gewoon alsof dat weg was, omdat het voor iedereen stil stond. Het was een pauze voor iedereen en er was geen werk. En het is gewoon... En in die tijd heb ik veel tijd met mijn dochter gespendeerd. Je dochter? Ja, met Dori. Veel nieuwe muziek gemaakt. Dus zeker. Nee, dat is voor mij persoonlijk een goede tijd geweest. Dus jij hoopt een beetje op die tweede lockdown eigenlijk? Stiekem. Nee, dat ook weer niet. Moet ook centjes verdienen natuurlijk. Maar, En dat doe je natuurlijk. Daarom zit je nu in het theater. Ja, ja. Het is allemaal weer een hele nieuwe stap voor je. Ja, correct. En we hebben een fragmentje van, dat is wel mooi. Want je hebt ook interactie met je publiek. Ja. Zij mogen vragen stellen. Ja. En dat lees je dan voor een kaartje. Ja. En dan zien we dit. Ja. Dochter. Naam Samir, net als mijn broertje. Hoe ben jij vroeger met negativiteit en haat gegaan? En trok je daar wat van aan? Ik zeg je eerlijk, mensen gingen me pesten vroeger, man, bro. Ik liep op straat in paarse skinny jeans toen ik 16 was, gewoon omdat ik het hard vond. En mensen gingen me uitlachen, bro. Mensen gingen me pesten, maar ik heb nooit iemand anders zijn mening of iets in mij laten veranderen, man. Doe gewoon jezelf, man. Je moet gewoon doen wat jij leuk vindt. Aantrekken wat jij leuk vindt. Verliefd worden op wie jij verliefd wil worden. En doe gewoon je shit, man. Dan laat niemand je niks zeggen, man. Je zei, houden van mezelf. Ik moet leren houden van mezelf. Voordat ik kan houden van je, girl. Oh, dan moet ik houden van mezelf. Houden van jezelf, je moet leren houden van jezelf. Als je wil houden van mij, moet je houden van jezelf. Het is allemaal veel kleiner, is het, hè? Ja, zeker. Ja. Kleinere bezetting dan normaal ook. Ja. Hoe is dat? Dat soort vragen uit het publiek is wel heel persoonlijk eigenlijk. Jij vertelt een persoonlijk verhaaltje ook dan. Ja, zeker. Nee, ik vind het... Ik vond het tof omdat we de theaters in gingen. We zijn het helemaal niet gewend. Niemand van ons, van ik of de band, heeft een verleden in acteren. Komt ooit een keer in het theater. We komen nu in het theater en we wouden gewoon niet onze liedjes gaan spelen zoals we het doen bij de liveshows. Dus doen we een beetje acteren erbij, een beetje interactie. En die interactie maakt het makkelijker voor ons. Het is wel echt toch, of niet, die vragen die we daar uit het publiek... Ja, zeker. Ze zijn allemaal echt. Dus, je wordt meteen ook een soort vraagbaak. Een soort orakel die voor het publiek... Zeker, ja. Nee, maar ik vind het leuk om mensen vragen te beantwoorden. Maar noem eens wat dingen. Wat wordt er zoal aan gevraagd? Wanneer ben je begonnen met muziek maken? Wat is je lievelingsliedje van jezelf? Dat soort dingen. Maar ook echt persoonlijke vragen, of niet? Persoonlijke vragen, ja. Iemand vertelde een keer de vraag, waarom ben je muziek gaan maken? En dat is dan door mijn vader, met wie ik wel een hobbelige band heb. Dus dat... Er wordt dan automatisch een persoonlijke vraag. Vind je het leuk om te doen eigenlijk? Ja, ik vind het sowieso. Ik ben zo blij dat ik weer mag staan. Ik vind het al een keertje aan mijn manager. Ik had
drie weken terug een show, mijn eerste show op een verjaardag van een 9-jarig meisje. En ik heb daar opgetreden alsof het Lowlands was. ik heb een uur gestaan. Ik wou niet stoppen. Ik heb die familie vond me te gek. Ik heb die hele show koud gemaakt. Dat was voor een 9-jarig meisje. Maar, en, ik wist niet dat jij nog verjaardagen deed, joh. Nee. Ja, in deze tijden we moeten wat. Zeg, ik ben in november jarig. Als je even tijd hebt. Ja, toch, wat zijn er, hè? We hebben een theatershow en een normale show. Kies maar. Ja toch? Maar nee. Dus dat, man. Dus ik ben blij dat ik gewoon überhaupt kan zingen. Gerald, heb jij hem wel eens gezien? Ik heb hem gezien. Live? Niet zo heel lang geleden nog, hè. Was het een inzamelingsactie voor Suriname. Corona in Suriname. Oh, ja. Leuk. Ja. 100%. Ja. Ja, ik ging het niet zo goed, eerlijk. Desondanks. Nou ja. Dankjewel. Alsnog. Hey, Ronnie, dan komt die nieuwe plaat voor jou. Die komt in het najaar uit, denk ik. Ja. Is die plaat nou eigenlijk ook veranderd in de loop van het jaar? Zeker. Je bent eindeloos bij aan het schaven en zeker, aan het slijpen. December zou ik het uitbrengen, 1 december. Na een heel jaar bijna tegen een depressie aangezeten. Het was heel negatief allemaal. En het was heel erg diep en donker. En ik ben gewoon een beetje bijgedraaid. En de muziek is ook bijgedraaid. En daar ben ik blij mee. Ja. En ben je nu niet meer bang? Want het is altijd die molensteen van het volgende album. Ja. Ja, ben je daar vanaf, van die druk? Ja, zeker weten. Ik ben er gewoon achter gekomen dat ik er niet meer moet denken om een hit te maken. Of om gewoon in bepaalde kaders te denken of zo. Ik moet gewoon muziek maken omdat ik het leuk vind. En dan komt het beste eruit. Man. Maar dat is ook wel zo mooi aan die film. Die moet iedereen maar kijken. Want volgens mij staat die online. Is dat op YouTube? Ja. Omdat je ziet je ook heel moeilijk dat het slecht met je gaat, maar alles draait om muziek. Ja. Alles, dat vond ik gek om te zien. Dank je wel. Het is fijn dat het nu een stuk beter gaat weer. Zeker weten. En we gaan je straks nog horen. Je gaat nog even live een nummertje doen. Zeker, dankjewel. Dankjewel. Ja, dat ga je zeker doen. Maar eerst gaan we praten, een beetje generatiegenoot. Yes. Nou, jij bent iets jonger, Marlijn. Ja.